DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooter speciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Ongeveer 5 jaar geleden, Olivier Pilon, heb ik je hier zien voetballen. Klopt dat? Ja, dat kan zeker kloppen. Voor mij met SSC Putten toen, tegen DVS. Ja. Met als trainer bij SSC Putten? Bert van Unestein, ja. En wat dat betreft is het cirkeltje weer rond. Dus daar ga ik de komende jaren weer mee samenwerken, komend seizoen. Daar kon je goed mee overweg, Olivier? Ja, zeker. Ik ken hem al van mijn tijd bij Roda 46. Daar was hij hoofdtrainer en die heeft me vervroegd bij de A-selectie toen gehaald. Toen heb ik denk een wedstrijd of 5-6 mee mogen doen met eerste. Ik was toen eigenlijk nog A-junior, A1 speler. En toen de na-competitie meegedaan, toen het jaar daarna ging hij al naar Putten. Toen bleef ik nog 1 jaar bij Roda spelen. En toen het seizoen daarop vroeg hij me om naar Putten te komen. En toen ging ik met hem mee. Mag ik je vragen naar je leeftijd? Yes, dat is 24. 24, heerlijk jong. En toch al een paar jaar aan het lesgeven, of niet? Ja, zeker. Ik sta nu 3 jaar voor de klas. En wat dat betreft heb ik na de HAVO gelijk ben ik de ALO gaan doen. De ALO in Zwolle, Windesheim. En gelijk zonder vertraging de opleiding afgemaakt. Dus nu 3 jaar voor de klas. 2 jaar GVVV, 2 jaar, bijna 2 jaar Spakenburg en nu DVS 33. Dan zou je denken, hey, dat is een stapje terug. Maar zo denk jij denk ik niet. Nee, nou ja, DVS is een club met heel veel ambitie. Nu met de nieuwbouw hier en volgens mij een hele mooie supportersgroep. Veel supporters, volgens mij de businessclub die enorm aan het groeien is. En volgens mij spreekt heel veel ambitie uit deze club. En daarnaast voetbalt het eerste helft ook al heel lang goed voetbal. Dit seizoen nog bij Spakenburg werden we bij Vlaag zeker de eerste helft weggespeeld. Dus wat dat betreft is het een club die alleen maar aan het groeien is. En het is heel mooi om daar deel van uit te maken. Hoe gaat de voorbereiding naar de wedstrijd van zaterdag toe? Niet anders dan anders. We bereiden ons gewoon voor met Spakenburg. Ik kom zelf terug van een enkel blessure. Afgelopen week niet helemaal voluit kunnen trainen. Nu wel weer met de groep aan het trainen. Dus wat dat betreft zit de schot in de zaak. Maar met Spakenburg gewoon een normale voorbereiding. Ja. Hamstrings worden weer olympisch veel sterker? Ja, nou ja, de laatste jaren gaat dat een stuk beter. Ik ben gerichte krachttraining aan het doen. Voorheen was het altijd wel een dingetje. Omdat ik ieder jaar een stapje hoger op ging voetballen, vraag je ieder jaar net een beetje meer van je spieren. Maar tegenwoordig heb ik dat goed onder controle. En nu was het gewoon een beetje een toevalsblessure. Wat iedereen kan overkomen. Dus dat was een ontsteking in mijn enkel. En maar dat lijkt nu zo goed als verholpen. Je gaat zo meteen een contract tekenen, maar je bent al bijna DVS'er. Maar, ja, mooi sjaar. En wordt dat een eenjarig of meerjarig contract? Het wordt een eenjarig contract. Dat hebben we voor nu besloten. En daarna kunnen we altijd weer om de tafel en zijn de opties open. Maar een eenjarig contract, ja. Wil je daar enorm mee feliciteren namens DVS TV en alle supporters van DVS? Yes. Nou, super bedankt. Okay. Jij ook. Het is woensdagavond 15 februari en weer gaan er enkele spelers tekenen. En de eerste die we aan het woord laten, dat is Julian de Ruiter van de vereniging DOS Kampen. Julian, vertel even wat over jezelf. Ja, ik ben Julian de Ruiter, 19 jaar. Ik ben aanvallende middenvelder. En ik mag vanaf volgend seizoen starten bij DVS. En hoe kom je daar zo bij? Ja, hele goede vraag. Dat was... Rond december, halverwege december, liep ik naar het station en ik werd opeens gebeld. Het was een grote verrassing. Hartstikke leuk en goed over nagedacht. En leek me een goede stap. Ja. Ook je was er ook vereerd? Ja, zeker. Ja, 3 stappen omhoog, 3 klassen omhoog vanaf DOS Kampen dan. Dat is een gigantische stap, een mooie club en lijkt me wel wat. Je hebt je hele leven lang bij DOS Kampen gespeeld? Ja, vanaf de jeugd, hele jeugd doorlopen. Daniel van Warven was een van je favorieten, of niet? Ja, tuurlijk. Dat zegt elke Dosser wel, geloof ik. Ja, dezelfde positie ook. En
altijd wel tegenop gekeken. Ben je een soort kloon van Daniël? Nou, die vergelijking werd wel veel gemaakt bij Dols. Ah, ik ga me er zelf niet mee vergelijken, maar ik lijk er wel een beetje op. Ik heb er wel wat van weg. Oké, we wensen je in ieder geval ongelooflijk veel succes bij deze vereniging. Ga je profileren, doe je best en ik zie wel wat in je. Ja, dank u wel. Okay, bedankt. De volgende die zich graag wil voorstellen aan het DVS-TV-publiek. En dat zijn een hele hoop mensen, Frank. Ja, nou, voornaam heb ik al gezegd. Zeg maar. Ja, Frank van den Burg. Ik ben 21 jaar. Ik kom uit Zwolle. En heb de afgelopen 3 seizoenen bij Stappers gevoetbald. En nu een nieuwe uitdaging bij DVS Ermelo. En wat doe je zo al in het dagelijks leven? Ik ben LO-docent. Afgelopen zomer afgestudeerd. En werk nu 2 dagen op het Carmel College in Raalte. Wat lijkt me dat een mooi vak. Ja, hartstikke leuk om te doen. Altijd bezig met sport en leerlingen beter maken in sporten. Dus dat past echt bij mij. En er zijn er meerdere in de selectie van DVS. Koen Vloedgraven, Olivier Pilon. Ik hoorde het inderdaad. Dus wie weet, met wat connecties, nog wat extra uren erbij. Hè? Dat zou wel heel erg lekker zijn. Frank, wat is jouw sterke kant? Ik ben rechtsachter. Ik ben een aanvallende back. En 1-1 verdedigend ook sterk. Snel. Mijn mannetje uitschakelen is eigenlijk gewoon mijn doel. Dus daar ben ik wel goed in. Mooi. Had je het idee dat DVS je al een tijdje volgde? Ik hoorde het in januari. Ik heb niet het idee gehad dat de clubs me echt aan het volgen waren. Maar ik speel tot nu toe wel een redelijk seizoen. Dus je weet het nooit natuurlijk. Maar ik ben er echt blij mee. In ieder geval hartelijk welkom bij de selectie van DVS. En je weet dat je er hard voor zult moeten knokken. Ja, ik ga er ook zeker hard voor werken. Ja, dankjewel. Okay. Welkom bij de club en nogmaals gefeliciteerd met je contract. Hey, bedankt. Ik ben er blij mee. De volgende die zich graag wil voorstellen is... Giovanni Leibrand. Ja. Giovanni Leibrand, jij speelde bij de A-junior bij DVS? Ja, klopt. Eerste seizoen hier. Dus. En dat bevalt je goed? Ja, tot nu toe wel. Ik mag niet klagen. Ja. Hey, was het voor jou ook een enorme verrassing dat je werd benaderd? Ja, ik zag het zeker niet aankomen. Ik was zo blij dat ik zeg maar de stappen heb mogen maken naar de derde divisie. Gewoon in de junioren. En ik zag gewoon helemaal niet aankomen dat ik zo speelminuut zou mogen maken in onder-23. En vooral niet nu in het eerste. Dus het is. Ik denk dat jouw grote kracht is, je kracht. Ja, dat hoor ik vaker, ja. Klopt. Ja. Hoe kom je daaraan? Ja, van thuis meegekregen. Goed eten. Goed eten en veel trainen? Dat ook, natuurlijk hoort erbij. Krachttraining doe je ook al? Ja, soms fitness op school en buitenschool. Met vrienden gewoon trainen. Je bent verdediger, hè? Linksback? Ja, linksback of centraal, maar liever linksback. Hartstikke goed. Welkom bij de club, jongen Giovanni. Tot dank u wel. DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO, Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooter speciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.